u me alleen maar, u toch weet dat u naar Nova kijkt. Dat u denkt, die stem die hoort bij Nova. Er zijn natuurlijk meer Nova-stemmen en die klinken uiteraard weer heel anders dan die van mij. Mijn stem is weer lager en ook wat gelijkmatiger. Maar ook als u deze stem hoort, denkt u automatisch aan Nova. Stemmen zijn als vingerafdrukken. Ieder mens heeft een eigen, unieke stem. Gisteren verscheen er een boek over met de welluidende titel De Stem van. Er wordt in beschreven wat een stem is, wat je ermee kunt doen en waarom mensen met een beroemde stem hun stem juist op die ene manier gebruiken. Verslaggever Renier van den Hout hield voor de gelegenheid zijn mond. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van radio en tv, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 5 graden, binnen zit Maartje van Wegen. Het is nu 11 uur. Radio Nieuwsdienst verzorgd door het ANP. Easy listening. Voor wie wil gaan slapen, maar nog niet kan. Voor wie kan gaan slapen, maar nog niet wil. Dit is Avro Radiojournaal op Radio 1 tot 5 uur vanmiddag, want de woensdagbijlage komt er weer helemaal uit. En dan verwijst de presentator heel clichématig altijd naar de ster en het nieuws, want wat moet hij anders zeggen om die 10 seconden nog vol te praten. Tot zometeen. Luisteraars, goedemiddag en welkom bij aflevering 2518 van NOS Langs de Lijn met natuurlijk vanmiddag voetbal in de PDT-telecompetitie. Onder andere Twente tegen Ajax. De mooie stemmen, dat zijn de stemmen die vaak heel zwaar, heel donker klinken of een fluwelen kantje daaraan hebben. Dat zijn ook de stemmen die in Nederland het meest gewaardeerd worden, de zware, mooie stemmen. En dan heb je bijvoorbeeld wat ook mooi gevonden wordt, vooral door mannen, dat zijn de wat zwoele, sexy stemmen. Daar zijn ook heel veel karakteristieken van hoe die stemmen klinken. Nou, op die manier kun je dus mooie stemmen indelen en lelijke stemmen die zijn ook op allerlei manieren in te delen. Buiten is het 5 graden. Binnen zit Donald de Marcas. Mannheim 432, min 64. Ik heb een groot aantal stemmetjes gedaan in de roemruchte tekenfilmserie Brigadier Dog, die vrij langdurig op de televisie vertoond is geweest. Maar ik weet het niet. Ik ben niet een echte stemmetjesman, maar ik doe het soms wel in tekenfilms en dat is enig om te doen. Buiten is het 5 graden. Binnen zit Tosca Hoogduin. Pannen de zijn kop. Geen opgave. Nijmegen, 868, plus 31. Ik vind het als ik tegen iemand praat die 's avonds alleen of 's nachts alleen in zijn kamer zit, met 2 speakertjes aan of een oortelefoon, dat ik tegen hem zou moeten praten alsof ik tegenover hem aan tafel zit. Of heel dicht bij hem. U denkt altijd aan 1 iemand? Ja, Nee, ik denk niet aan 1 iemand. Eén situatie. Ik zit nu recht tegenover u. Ik ga beslist niet tegen u zitten schreeuwen. Waarom zou ik? Buiten is het 5 graden. Binnen zit Dick Klees. Dinan 8934. Plus 15. Het is natuurlijk in de eerste plaats alleen maar bedoeld voor die schippers die willen weten wat de minste diepte in de vaargeul is. Maar het moet in zo'n tempo gebeuren dat potloodje wat ze van de Rijkswaterstaat krijgen, dat ze daarmee ook kunnen bijhouden. En het is heel moeilijk om een tekst juist heel langzaam te lezen. De eerste keer dat ik dat bij de radionieuwsdienst moest doen, was ik in 1,5 minuut klaar en er stond 5 minuten voor. Dus dat was toen een probleem. Buiten is het 5 graden. Binnen zit Rocky Tuhuteru. De verwachte waterhoogten in Lobit zijn in centimeters. Voor morgen 1100. Voor overmorgen 1110. Je hebt verschillende stemmen. Als je actualiteiten doet, dan presenteer je en dan praat je met een ander timbre dan dat je platen aan of af moet kondigen op Radio 2 of op Radio 3. En als ik zondagmiddag de sport doe, dan kan ik ook enthousiast raken of ook teleurgesteld klinken. Er zijn in Nederland ook stemontleedkundigen. Die kunnen op basis van iemands stemgeluid prachtige analyses maken over karakter, gezondheid enzovoort. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, god, ik blijf dat toch flauwekul vinden. Maar het is, kijk, je zou kunnen zeggen, als je iemand onbetrouwbaar vindt, dat kun je eerder horen aan iemands stem dan dat je dat kunt aflezen aan iemands gezicht. Je doet wat oefeningen, je maakt je stem los. Er zijn bepaalde series oefeningen die je hanteert. En die doe je braaf, net zoals je je tanden poetst en je haar kamt.
Hoe gaat dat dan? Pluimen, ploegen, platen, pluizen. Blauwe bloemen bleven bloeien. Sommen, bommen, nonnen. Resoneren. En dan gewoon lekker losmaken. Van melk weet iedereen dat je dat niet moet doen. En van veel spa ga je ook te veel boeren. Maar voor de rest heb ik eigenlijk helemaal geen gebruiksaanwijzing. Maar wat doet melk dan? Melk maakt dat je slijmvlies allemaal op elkaar gaat plakken. En dat betekent dat je al wat stroever praat, maar je hoort ook voortdurend, als je een beetje je geluid thuis ook wat scherper hebt afgesteld, hoor je ook al die smakgeluiden. Dat is heel vervelend. Fascinatie voor spreekstemmen betreft vooral stemmen die men hoort zonder de mensen van wie die stemmen zijn te zien. Zo gauw de bezitter van de stem in beeld komt, kalft er iets van de fascinatie van de stem af, doordat de aandacht van de luisteraar niet meer optimaal naar de stem kan uitgaan, of doordat het beeld van de persoon dat de luisteraar zich op basis van die stem heeft gevormd niet overeenstemt met de realiteit. Mijn stem schijnt martialer te klinken, schijnt mannelijker te klinken dan ik eruit zie. Ik ben een kleine, wat bewegelijke man en niet waarvan men veronderstelt dat die stem bij thuis hoort, namelijk een grote, breedgeschouderde man met een brede bek en zo. Nee. Daar voldoe ik niet aan. Er zijn mensen die denken dat ik een hele lange blonde Hitchcock-dame ben. Er zijn er die denken dat ik een heel klein bruin meisje ben. Maar het mooiste voorbeeld heb ik ooit gehad. En dat is nog niet zo lang geleden. Toen een meneer opbelde na Easy Listening. En die zei, ben jij zwart? Nee, ik ben blank. Ik ben wit. Mijn vader was wit. Mijn moeder was wit. Dan rolt er toch meestal een wit kind uit. En toen zei hij, wat jammer. Hij had blijkbaar een hele mooie zwarte vrouw in gedachten. Maar, zei hij, ik blijf wel naar je luisteren. Ik neem aan dat men niet zal zeggen, dat is een man van 1,92 meter... met een voornamelijk kaal hoofd en een klein brilletje. Ik ben bang dat men dat er niet uithaalt. Ik zou een hoogblonde Hongaar zijn, met kennelijk ook wat Germaanse invloeden. En als ik ze dan ga uitleggen dat ik donker ben, en dat ik in de zomer heel donker kan zijn, en dat ik van Molukse origine ben, dan staan ze perplex. Mijn echtgenoot en ik hebben elkaar zo ontdekt. Doordat zij mij niet herkende, begonnen we te praten over die stem. En toen bleek dat toch wel meeviel. Maar ze viel op uw stem? Ja. En ik ook op de hare, want zij reed in de Tour de France destijds. Maar viel ze nog op de rest? Ja, we bleven aan het praten en dat is al een jaar of 9 geleden, ja. En wat praten? En wat praten, ja. En kinderen opvoeden. Vanaf 1 januari 1994 geldt de nieuwe vreemdelingenwet. Tenminste.